Hey, ja, de zon, de zon schijnt op mijn haar. Heus wel, op mijn vogelnestjes, zoals zijn wat ze noemen. Hey, goed uit het bos. Zag je dat? Is dat, wat is dat? Ook groeten van Cosmo, hè? Cosie, woef woef. Nu allemaal wilde mountainbikende mensen hier. Maar tot op heden hebben we het overleefd. Nou. Ik krijg een steeds voller programma voor komende donderdag. Komende donderdag. Begint in Gollo. Gaan we uitslapen tot mijn vriendje wakker is. Dat is zoals het is. En daarna gaan we rijden met de auto. Met de auto, ja. Gaan we eerst naar Zwolle. Ga ik naar mijn Herbalife vriendinnetje Betty. Hey Betty! Gaan we bij Betty een kopje koffie of thee drinken? Ja, Herbalife mensen zijn niet zo van de koffie, officieel. Of tenminste, als je vroeger... ik ben twee keer bij een Herbalife meeting geweest. En allebei de keer was er geen koffie, maar alleen thee. Maar misschien gaat Betty mij verrassen. Dat was stap 1. Stap 2 is mijn Herbalife coach, mijn eigen coach, Sandra in Ermelo. Dat rond de lunchtijd. Ik gok dat Sandra avocados heeft, want Sandra is de laatste tijd heel erg van de avocados. En na Sandra gaan wij naar, Sandra is Ermelo, dan gaan we naar Zoetje. Even kijken hoe we dat tijdtechnisch, waarschijnlijk is er nog wat tijd op te vullen. Dan kunnen we bijvoorbeeld even zwaaien naar Kasteel de Haar of even langs de Hanekampstraat waar ik voor gewoond heb in Vleuten of zoiets. En dan gaan we door naar Zoetje. Daar werkt de coach van mijn coach. Dus dat is mijn officieel, is dat mijn upline sponsor, Dennis. Dus dan gaan we even een R5 geven of zo. Of even een voetje tegen voetje. En dan gaan we daarna, gaan wij van Zoetermeer, gaan we naar regio Rijnmond. Of we zoeten meer regen hem. Gaan we naar de Spijkenisse. Want daar ga ik een kookboek brengen bij Kim. Hoi Kim, hoi. En dan moet even de... Dat moet je niet verder vertellen. Maar Kim heeft mij al meerdere malen verteld dat zij weet waar de lekkerste sperrips van Rotterdam vandaan komen. En dat heeft ze één keer te veel verteld. Dus ja, nu... Ja, was het van ja, als ze dan toch rond het eind van de middag bij jou zijn, dan moet ik gelijk maar even een sperripje eten, toch? Dus dat is dan rond, ja, meestal rond avondtijd eten, avondetentijd. En dan gaan wij daarna, ben ik alleen maar voor mijn vriendje, heb ik beloofd. Dus ik zeg dat tegen jullie. Dus mocht je willen afspreken in Kaatsheuvel, waar we daarna heen gaan... Dan kwam op vrijdag. Ik ben in de buurt van de Efteling. Vrijdag, de hele dag. Maar goed. Dus dan gaan we naar Kaatsheuvel. En ik zat zelf te denken om naar de Loonse en Drunense duinen te gaan. Maar dan moet ik even kijken. Ik weet dat mijn oma, die in Pekela gewoond heeft, die komt van origine uit Sprangkapelle. Nou, dat ligt daar. Ook niet zo heel ver vandaan. Maar dan moet ik eerst weer even schakelen met mijn lopende familie-encyclopedie. Mijn neef Johan, die weet vast wel waar oma gewoond heeft in Sprangkapelle. Maar dat is mijn idee hoor. Ik denk dat ik het natuurlijk leuker vind dan een plek wat nu vast niet meer is wat het was.
waar mijn oma ooit gewoond heeft of geboren is of wat ook. Dus. En dan vrijdag. Vanaf 9:30 hebben wij voor 4 personen toegang tot de Efteling. In eerste instantie had ik 4 kaartjes verkocht. Want Pieter die heeft nog een Efteling abonnement en die ging al kijken of die naar binnen kon. Maar dat was al helemaal uitverkocht. Dus er ging een kaartje kopen met Albert Heijn-punten. Dus die hebben we gekocht. En toen dan. Nou, en toen bleek dus dat er weer plekken voor abonneehouders vrij kwamen. Dus toen kon Pieter gewoon op zijn abonnement naar binnen. Wat prima is. Dus hebben we weer een kaartje wat Pieter weer gaat gebruiken. Ooit. Misschien wel om met mij nog een keer te gaan of zo. Maar dat gaan we zien. Gaan we het zien. Efteling heeft wel hele leuke abonneehouders voordelen in de regio Duitsland. Allemaal Duitse pretparken waar je gratis naar binnen kan. Dat maakt het wel interessant op zich. Volgens mij kan je naar Fantasialand, naar Movie Park en naar Europa Park. Nou, dat zijn precies de 3 die ik nog op mijn lijn. Nou, Fantasia heb ik al gedaan dit jaar, maar. Hey, die hebben een nieuwe achtbaan toch? Dus dat is anders dan. Telt dat niet meer. Maar even kijken hoe dat loopt. Ja, Efteling abonnement kost ook wel goed centjes. Dus dat. Moet maar eens even heel goed over nadenken. Dus. Dat zijn de wilde plannen. Dus. Donderdag een Herbalife tour. Tot. Ja, uurtje of 7. En daarna ben ik. Volledig voor mijn vriendinnetje. Helemaal voor jou, schat. En dan vrijdag vanaf 9:30 tot 6 Efteling. En dan vrijdagavond. Dat is iets nieuws voor mij. Maar vrijdagavond ga ik in een bos lopen. En dan ga ik er niet over vloggen, maar dan ga ik de videoconferencen. Dan ga ik een Zoom-meeting hosten. Met als doel een beetje mindful, een beetje zen. Koens puur natuuruur, zen het weekend in. En dat zijn allemaal dingen die wij aanbieden met sporten en met eten. En dit is meer even voor je geest om even. Hè, want je kan als een malle sporten, je kan als een malle op je voeding letten, maar het moet ook in je kopje goed zitten. Dus vandaar. Gaan we aan mindfulness dingetjes doen. Nou kan mijn vriendje daar misschien ook wat een en ander voor influisteren. Maar dat gaan we eens even kijken. En ik heb 2 opties. Want ik wil dat natuurlijk wel een beetje op een mooie rustige plek doen. Dus dat zou 1 kunnen. Weer bij de Loons en Drunense Duinen. Dat is vlakbij Efteling. Maar optie 2. En dat is toevallig. Waren wij daar 2 weken geleden met Pieter. Dat zijn de watervallen van Loenen. De Loenense watervallen. Dan heb je de grote en de kleine. En dan denk ik dat ik de kleine leuker vind. Maar de kleine is wel weer verder lopen. Dan gaan we meemaken. Even kijken wat tijdtechnisch het meest uitkomt. Want de Loenense waterval is wel mooi halverwege tussen het Efteling en weer Drenthe. Maar ja, dat is wel weer een uur rijden. Dus als de Efteling om 6 uur dicht is en je hebt dan een dikke file eruit. Ik weet het niet. Kom, zie, we gaan zo. Kom. We gaan hier een mooi gebaande pad. Vrijdagavond. Ik zal er nog wel wat voor. Maar vrijdagavond ga ik een natuuruur doen. Een beetje. Relaxed, een beetje kalm. Dus even laag in energie. En kijken of ik de geluiden van de vogels naar jullie kan overbrengen. En ja, ik weet dus nog niet of het watervalgeluiden zijn of andere geluiden, maar kabbelend beekje, zoiets.
En ook nog wel eens een vrijdag vanuit dit mooie bos of een bos hier in de buurt. Komt helemaal goed. Dus, dat zijn de plannen. En op het moment dat ik zeg dit zijn de plannen, weet ik al. Goh, meestal als je dingen plant, loopt het allemaal helemaal anders. Dus dan gaat er vast een of andere... Als het met de trein zou zijn, dan gaat er een of andere bovenleiding gaat dan kapot en zo. Dus dan red je het niet, maar... Autotechnisch. Misschien gaat er een band kapot of zo. We gaan het zien. Of komt er bij iemand wat tussen waardoor het niet doorgegaan. Maar ja, dan hebben we ook nog andere dingen te doen. Dus. Dat is de plannetje voor donderdag en de vrijdag. Dus. Dus dat. Ik denk dat ik even naar een Drent of een Goller hunebed ga. En dan ga ik eens even kijken of ik nog wat eten kan bereiden voor mij. Voor mijn zoontjes, mijn vriendinnetje en mijzelf. Op het menu vanavond, vind je dat interessant? Op het menu vanavond heb ik voor Simon en mezelf heb ik gebakken camembert. En samen wel hier. En gelukkig had de plus maar twee camembert die je kan bakken liggen. Dus die heb ik meegenomen. En voor Samuel en voor Nicolette heb ik dan een slavink. Met daarbij Hollandse roerbakgroenten waar ook aardappels in zitten. Dus dat is normaal, eet ik dat met mijn jongens en dan blijft er aardig wat groente over. En nou, met Nicolette erbij is dat denk ik precies genoeg. Dus... Dat is het plan. Nou, zo in het bos was het lekker, maar nu is het al best heet. Nicolette, als je dit nog ziet voor vrijdag, of voor donderdag, want donderdag, we gaan gewoon logeren. Hè? We gaan in een hotelletje slapen. Dat is gewoon dat is onze eerste uitje, zeg maar. Wel leuk. Maar schat, als je dit ziet, denk er aan om zonnebrand mee te nemen. Nicolette heeft nogal een gevoelig meisje met een gevoelig huidje. Niet mijn olifantenhuid, maar ze heeft een veel meer gevoelig huidje. Dus, hey, ik wens jou een heel fijn dinsdagavond en een hele fijne tot volgende keer. Doei.